Eigenlijk is de kermis van oudsher een kerkwijdingsfeest. Dus een soort verjaardagsfeest van de kerk. Ook in Maastricht kwamen al veel eeuwen geleden mensen naar het kerkwijdingsfeest van de grote Servaaskerk. Op de eerste plaats kwam men om te bidden bij het graf van Sint Servaas. Maar daarnaast natuurlijk ook om zich op de jaarmarkt te vermaken. Tijdens de jaarmarkt stonden alle pleinen en straten vol met marktkramen waar van alles te koop en te zien was. Dan, we gaan toch niet slapen bij zo'n boeiend onderwerp? De jaarmarkt werd dus langzaam maar zeker een kermis. Nou, we hebben het al een tijdje over de geschiedenis van Maastricht. Maar waar is dat allemaal begonnen? Dat is allemaal begonnen in de tijd van de Romeinen en Sint Servatius. Hey, ik hoor de schoolbel. Na de lunchpauze lopen we samen naar de Sint Servaasbasiliek. Daar krijgen we een rondleiding van meneer Kaplaan. We gaan als eerst een kijkje nemen in de keizerzaal. Kom maar mee. Hey, ben je hier alleen? Nee, de anderen zijn met de juf de kerk binnen gegaan en toen ik even niet oplette, viel de deur dicht. Ik heb me zo weer openmaken hoor, geen probleem. Nee hoor, dat hoeft echt niet. Ik zit hier prima. Yes, ik heb internet. Weet je eigenlijk wel hoe oud deze kerk dan niet is? Nou, dat kun je zo wel zien hoor. Mijn vader ging heel vroeg al naar de Servaaskermis. Dat is dus al heel lang geleden. En toen stond die kerk er ook al. Weet je eigenlijk wel iets over Servaas? Servatius was toch de eerste bisschop hier, of niet dan? Ken je dan misschien Monolfus? Nee, ik zou bij God niet weten waarvan. Het is niet vreemd dat wij weinig weten van Sint Servaas. Het begon namelijk allemaal heel lang geleden, in de tijd van de Romeinen. Sint! Sint! Maar waar kwamen die eigenlijk vandaan? Volgens een oud verhaal waren er twee broers, Romulus en Remus. Maar na hun geboorte werden ze in de steek gelaten en door een wolvin grootgebracht. Later doodde Romulus zijn broer in een gevecht en werd hij de eerste koning. De stad ging toen Rome heten. Het koninkrijk groeide heel snel, maar 500 jaar voor Christus werd de koning weggejaagd en werd het een republiek, bestuurd door een senaat met aan de macht twee consuls. Het bezitten van land betekent natuurlijk een hoop macht en status en zo maakten de Romeinen hun gebieden steeds groter. Na de verovering van het huidige Italië veroverden zij veel meer gebieden rondom de Middellandse Zee, maar ook delen van Azië en Afrika. We zijn hier in de keizerzaal en deze ruimte werd speciaal gebouwd voor koningen en keizers wanneer ze op bezoek zouden komen. En het bijzondere is dat ze vanuit deze zaal de hele kerk konden overzien. Tja, en of Karel de Grote, die toen keizer was, of die hier ooit geweest is, dat weten we niet. Maar nu gaan we die kant op, naar de plek waar een graanmeer hangt. Wat is een graanmeer? Graanmeer, dat komt van het Franse woordje grand-mère. En dat betekent oma. En graanmeer, dat is de oudste klok van de Servaas, de oma van alle klokken. Het Romeinse leger trok vanaf hier helemaal richting het noorden, tot aan de Rijn. Daar stopten ze, want het was daar een heel drassig gebied en volgens hun woonden er aan die overkant alleen maar barbaren. Maar de vele forten en wachttorens die er gebouwd zijn, zullen er niet voor niets geweest zijn. Het Rijk veranderde, het werd een keizerrijk. Octavianus werd de eerste keizer. Later ging hij Augustus heten en dat betekent de verhevene. En onder zijn leiding kwam het Rijk helemaal tot rust.
Die tijd noemen wij Pax Romana. Er zijn heel veel verhalen over Servatius. Hij zou uit Armenië komen en is eigenlijk bisschop van het Romeinse stadje Tongeren. Tongeren? Dat is toch in België, hè? Ja, dat klopt. Maar toen Tongeren in gevaar kwam, toen reisde Servatius naar Maastricht. We weten dat omdat de verhalen werden doorverteld van mond op mond. Toen de kerk eenmaal gebouwd was, kwamen er duizenden pelgrims naar Maastricht. En het was er altijd een drukte, zoals je kunt zien. Hey, heb je die kerk zelf gemaakt? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Maar later hebben ze die opnieuw en groter gemaakt. Vind je hem niet prachtig? Jullie hebben zojuist de klok Graanmeer horen luiden. En die wordt nog met de hand geluid. En dat is een heel werk, want hij weegt maar liefst 6000 kilo. En Graanmeer, die wordt alleen maar geluid op heel belangrijke feesten in de kerk. Met Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En natuurlijk met 13 mei, de feestdag van Sint Servaas. En oh ja, ook nog met 16 juli, de feestdag van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. De bouwers van de kerk. Weet je welke datum het is vandaag? Weet ik niet. Denk de 15e of de 16e. Wacht, even kijken. Het is vandaag de 16e. Oh, dan is dit naar ere van mij. Het is mijn feestdag! De Romeinen gingen steeds meer samenwerken met de plaatselijke bevolking. Die Romeinse bezetters moesten natuurlijk ook eten en drinken. En zo ontstond er handel tussen de Romeinen en de bevolking. In sommige kerken zie je mooi versierde grafstenen in de vloer. En nu zullen jullie wel denken, wat is die plek hier zo in het middenpad? Vroeger kregen heel belangrijke mensen boven een echte graf nog een praalgraf. En zo'n praalgraf heet een cenotaaf. En hier op deze plek stond vroeger het cenotaaf van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. Ongeveer 10 jaar voor Christus legden de Romeinen een weg aan tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. Die weg ging later via Belgica heten. Toen zij de Maas wilden oversteken, werd er een goed doorwaadbare plek gezocht. En die vonden ze waar nu het huidige Maastricht is. Daar ontstond een kleine handelsnederzetting, het Mosa Trajectum. Maar men had al gauw door dat de Maas een regenrivier was en vooral in de winter erg hoog stond. Daarom werd er een houten brug gebouwd op stenen pijlers. Bisschop Monulfus was de eerste die een stenen kerk bouwde boven het graf van Sint Servaas. En later werd deze vervangen door een nieuwe kerk. De huidige Servaas is dus al bijna 1000 jaar oud. In de oostcrypte, dat is een soort kelder, daar was de oude ingang van de kerk. En via die ingang konden de pelgrims heel dicht bij het graf van Sint Servaas komen. Veel eeuwen later bouwde men aan de achterzijde van de kerk een nieuwe ingang met een rijk versierd portaal. En omdat dit portaal een stuk hoger lag dan het Vrijthof, noemde men dit het Bergportaal. In het jaar 270 nam de macht van het Romeinse leger af. En Germaanse stammen drongen diep door tot in het binnenland. Maastricht veranderde in een grote rokende puinhoop. En de Romeinen besloten om op strategische punten hun verdediging te veranderen, zo ook in Maastricht. Zij stationeerden daar troepen en ze bouwden een castrum. Maar wat is nou een castrum? Een castrum is een ommuurd legerkamp van ongeveer 2 hectare groot, omsloten door 10 torens. Eigenlijk weet je dus helemaal niks over vroeger, hè?
Tuurlijk wel, dat heb ik toch allemaal op school gehad. En een tijd geleden heb ik met een vriendinnetje nog een DVD van Asterix en Obelix gekeken. En die sloeg er flink op los als die Romeinen in de buurt waren. Maar die Romeinen hadden wel prachtige kostuums en mooie huizen met een sauna. Hé, je hebt wel een wasbordje. Een wat? De Romeinen schreven op een stuk papier wat van riet was gemaakt. Of op perkament, maar dat was veel te duur voor kinderen. Zij kregen een wastabletje met een puntig stokje dat stylus heette. Zo konden zij het weer uitwrijven en opnieuw beginnen. We hebben veel geleerd van de Romeinen en niet alleen lezen en schrijven. Maar ook bijvoorbeeld het bouwen van huizen, het bakken van dakpannen en het omgaan en betalen met geld. Vanuit het zuiden namen de Romeinen kippen mee, perziken, vijgen, maar ook de druiven. Ze namen zelfs ook sieraden mee, dus een vorm van kunst. Terwijl de Germanen in het noorden nog in hutten van riet en leem leefden, bouwden de Romeinen in het zuiden al grote villa's met aparte slaapkamers en eetkamers. En sommigen hadden zelfs een vloerverwarming. We zijn hier op het priesterkoor. En hier achter mij zie je twee bijzondere attributen. Allereerst een half uitgeklapte parasol, die we conopeum noemen. En daarnaast staat een tintinnabulum. In het oude Rome werd een tintinnabulum gebruikt om een processie aan te kondigen. En een conopeum was er om de paus te beschermen tegen de regen of tegen de zon. En dat conopeum heeft ook de oude pauselijke kleuren, rood en geel. Nou, vroeger waren heel belangrijke kerken eigendom van de paus zelf. En zo'n kerk kreeg dan de eretitel basiliek. En om te laten zien dat een kerk een basiliek was, plaatste men op het priesterkoor een conopeum en een tintinnabulum. Nou, jullie snappen het al, deze kerk is ook een basiliek. Dat deze kerk van Sint Servatius vergeven is tot Basilica Minor. En dat werd ze in 1985. Toen kwam de paus zelf, Johannes Paulus II, hier op bezoek in Maastricht en heeft toen deze Sint-Servaaskerk verheven tot Basilica Minor. En Basilica Minor wil zeggen dat je een basiliek bent, maar buiten de oude stad Rome. Zullen we een spel spelen? Wat jij wilt. Bij elk fout antwoord loopt een stukje over de weg die Servaas ook heeft gelopen. En bij een goed antwoord, dan stoppen we. Nou, hier zijn we vlug uitgewandeld. Hoe kan dat nu? Dit is de oude Romeinse weg die Sint Servaas ook heeft gelopen. Oh nee, hier gaan we toch niet aan beginnen, hè? Ja, maar je ging toch akkoord? Het is een hele oude weg, maar die is nog heel goed genoeg om overheen te lopen. De Romeinen waren heel erg knap in het aanleggen van goede wegen om zo hun troep en handel te vervoeren. Zo konden ze heel goed hun rijk verdedigen en daardoor ook de rust bewaren. En nu weten we ook waar het gezegde vandaan komt. Vele wegen leiden naar Rome. Mensen die in Jezus Christus geloven, die laten zich dopen en zo worden ze een christen. Maar in het begin was het helemaal niet zo gemakkelijk om christen te worden. Want in de Romeinse tijd werden de christenen vervolgd. Toch was rond het jaar 300 al zo'n 10% van de bevolking christen geworden. Toen de keizer van Rome, keizer Constantijn de Grote, zich echter bekeerde tot het christendom en zich ook liet dopen, groeide het christendom opeens heel erg snel en bereikte het ook de noordelijke landen. Servatius was de eerste die hier in onze streek over Jezus kwam vertellen. Hij was de eerste bisschop van Maastricht. Maar over Servaas zelf weten we eigenlijk niet zoveel. Het enige dat we met zekerheid weten is dat hij echt bestaan heeft en dat ter nagedachtenis van hem deze grote kerk is gebouwd. Er moest een waardige kerk worden gebouwd op het Vrijthof. Zeg, weet je eigenlijk wat de naam Vrijthof betekent? Geen idee hoor. Vrijthof betekent begraafplaats of kerkhof. Vanaf de kleine nederzetting aan de Maas liep de grote Romeinse baan via de grote straat, het Vrijthof, zo richting Tongeren. Het was een gewoonte van de Romeinen
om de overledenen net buiten de nederzetting langs de Romeinse baan te begraven. Zo werden ze iedere keer herinnerd aan de overledenen. De grote Romeinse baan liep van Boulogne-sur-Mer aan de Franse kust naar Keulen in Duitsland. Bij deze wegwijzer in de wijk Daalhof zie je nog de namen staan. Namelijk Colonia, dat is Keulen, en Bononia, dat is Boulogne-sur-Mer. Wist jij dat Servatius bisschop was van Tongeren? Oh, dat is nieuw. Ik dacht van Maastricht. Tongeren, wat toen Tongri heette, was veel belangrijker dan Maastricht. Niet alleen de stad heette Tongri, maar de hele streek heette Tongri. Het reikte van de Franse grens tot aan de Rijn. Servatius was dus bisschop van een heel groot gebied. Ben jij wel eens in Tongeren geweest? Zijn er wel eens wezen shoppen, maar volgens mij is Maastricht toch veel groter. Shoppen? Ook alweer niet goed? Tongeren is de oudste stad van België. En er zijn hier dan ook nog vele dingen uit de oude bloeiende Romeinse tijd terug te vinden. Kijk, hier achter me zie je een gedeelte van de oude Romeinse stadsmuur. Ten tweede waren de rivier Jeker en de vruchtbare leemstreek grote pluspunten voor de bevoorrading van de Romeinse legertroepen. Tongeren werd steeds groter en groter. En er kwamen rond en in de stad ook meerdere grote gebouwen. En op deze plek heeft vroeger een tempelcomplex gestaan. Er was ook een amfitheater en eigenlijk van alles wat Tongeren tot een stad maakte. En in de 5e eeuw werd Servatius de eerste bisschop van Tongeren. Als men in Tongeren de dreiging van de Hunnen voelt, besluit Servatius naar Rome te gaan om te bidden bij het graf van de heilige Petrus voor het behoud van Tongeren. Bij dat graf krijgt Servatius een visioen. De heilige Petrus vertelde hem dat de stad Tongeren reddeloos verloren zou gaan. Men vertelde ook dat hij van Petrus voor al zijn inspanningen de sleutel van de hemelpoort kreeg. Daarmee kon hij de zonde vergeven en de overledenen binnenlaten. Servatius trok terug naar Tongeren om het slechte nieuws te vertellen en nam afscheid. Via deze weg liep hij naar Maastricht. Hij is daar echter niet lang bisschop geweest. Hij werd ziek en overleed. Ik zou het ook niet overleven als je zulke afstanden moest lopen. Maar die Romeinen waren toch zo sterk. Konden zij die stammen dan niet de baas? Deze Hunnen trokken in de 4e eeuw door Europa. En ze waren nomadenstammen van verschillende afkomst. Berucht om hun plunderingen en verwoestingen die ze aanrichtten. Ook de stad Tongeren ontkwam niet aan de plunderingen onder leiding van de Hunnenkoning Attila. Ik heb zo'n dorst. Toen Servatius hier liep op deze weg, had hij ook dorst, net als wij. Hij tekende met zijn bisschopstaf een kruis op de grond. Hij knielde neer en ging bidden. Meteen ontstond er een heldere bron van water. En hij kreeg van een engel een beker om van te drinken. Maar dat weet je zeker ook niet waar die bron is. Yes, dat weet ik. In Biesland. Mooi! Hoe kan dit nu weer? Kun je ook water uit die put toveren? Ik ben Servatius niet, maar ik denk wel dat het tijd is dat we teruggaan naar de bisschopskerk. Voordat Monulfus de Sint-Servaaskerk bouwde, was er binnen het castrum een tempel waar hij de Eucharistie vierde. En de mogelijke resten van deze tempel liggen waarschijnlijk hier onder deze Onze Lieve Vrouwenbasiliek. We zijn hier in de Oostcrypte, in het eerste toegangsportaal van de kerk. En kijk, hier is die cenotaaf waarover ik gesproken heb boven de kerk. Het praalgraf van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. En ik moet je bekennen dat wanneer ik hier zo sta, dat ik wel eens het gevoel heb dat die bisschop Monulfus, die eerste kerkbouwer, hier nog ronddwaalt. Hier bij deze plek is alles begonnen. Hier staken de Romeinen voor het eerst de Maas over en bouwden hier later een brug om zo hun soldaten bij de Rijn te kunnen bevoorraden. In het verlengde van die brug ligt de Plankstraat en daar sta ik nu. En vroeger was net buiten het castrum een gracht, daar is nu de Wolfstraat te vinden.
In 1983 werd Hotel Derlon, en dat ligt hier op de hoek van het Onze Lieve Vrouwenplein, helemaal verbouwd. En wel 6 meter onder de grond werden Romeinse resten gevonden. We staan hier in die kelder en we zien een waterput en een hoeksteen van de westelijke poort. Maar ook zijn er opgravingen van een Romeins tempelplein en een gedeelte van een metershoog monument voor de god Jupiter. Maar dat is nog niet alles, want in de omgeving van de Stokstraat zijn ook opgravingen gedaan van een Romeins badhuis. Of na het vertrek van de Romeinen deze brug intact is gebleven, is niet duidelijk. Maar eeuwen later werd er een andere brug gebouwd, namelijk hierachter, de Sint-Servaasbrug. Lang na de Romeinse aanwezigheid domineerde het castrum nog de hele omgeving. Pas in het jaar 1000 werden de muren en de torens rondom Maastricht afgebroken. En de grote steenblokken werden gebruikt voor de bouw van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. En in het gewone straatbeeld hier zijn dit eigenlijk nog de enige resten die te zien zijn van de Romeinse periode. In de vloer van deze ruimte werden de mensen in stenen kisten begraven. En een aantal daarvan is nog bewaard gebleven. En als je nou een gat zou boren door deze muur hier, dan zou je zo de parkeergarage van het Vrijthof inlopen. En zo zie je dus dat het Vrijthof vroeger een stuk lager lag dan nu. Hou je de kerk nog steeds vast? Ja hoor, die hou ik nog steeds vast. Maar dat is ook echt mijn levenswerk. Dit is de crypte, de grafkelder van Sint-Servaas. En hier lag de Sint-Servaas begraven. Maar tegenwoordig rusten zijn lichamelijke overblijfselen in de noodkist. Maar die gaan we straks bekijken. Onder deze grafkelder heeft men restanten gevonden van een oude Romeinse grafkapel. En dat moet dus de echte plek zijn geweest waar Servaas begraven heeft gelegen. Een van de opvolgers van Sint-Servaas was bisschop Monulfus. Hij startte met de bouw van de eerste stenen kerk boven het graf van Sint-Servaas. En daarna werd deze eenvoudige kerk steeds weer verbouwd en uitgebreid. Nou, zijn er nog vragen? Wat is eigenlijk een noodkist? In de noodkist worden de stoffelijke resten van Sint-Servaas en een aantal van zijn opvolgers bewaard. En die stoffelijke resten noemen we relieken. In de 12e eeuw was de noodkist al het middelpunt van de Sint-Servaas-verering. En werd ten tijde van nood door de stad gedragen om zo de bescherming van Sint-Servaas af te smeken. Vandaar ook de naam Noodkist. Het borstbeeld en andere relieken werden ook aan het volk getoond. En eigenlijk gebeurt dat nu nog steeds. Hier staat hij dan in het midden van de schatkamer, de noodkist. De noodkist is een houten kist, bekleed met vergulde afbeeldingen en zoals je ziet kostbare edelstenen. En je zou het niet zeggen, maar deze noodkist weegt maar liefst 200 kilo. En dat is dus flink tillen wanneer de noodkist door de stad wordt gedragen. En iets verderop in de schatkamer zie je het borstbeeld van Sint-Servaas. En in dit eeuwenoude borstbeeld wordt de schedel van de heilige bewaard. En rondom het borstbeeld zie je allerlei voorwerpen die met de heilige te maken hebben. Zoals de sleutel van Sint-Servaas, zijn borstkruis, de pelgrimstaf en allerlei andere attributen. Ik zou zeggen, ga zelf maar eens kijken. Tijdens de 7-jaarlijkse heiligdomsvaart wordt de noodkist in de basiliek op de altaartrap opgesteld. En bij hoge uitzondering meegedragen in de omgang. Deze heiligdomsvaarten werden al gehouden in de late middeleeuwen. Thank you.
gebouwd ter ere van Sint Servaas. En er zijn nog zoveel mooie dingen te zien. En er is zoveel bewaard gebleven. En ik vind het zo prachtig dat er elke keer nog mensen naar het graf komen kijken van Sint Servaas. Dat zou je ook eens moeten doen. Hoe komt het dat je zoveel weet? En hoe weet je eigenlijk? De deur was dicht. En eigenlijk weet ik toch al alles over Sint Servaas. Ja, ja. Jongens en meisjes, we eindigen hier onze rondleiding op het Keizer Karelplein. En hier zie je het prachtige Noordportaal met allerlei bekende heiligen. En even kijken op Tipula, dat is nou Monulfus, de eerste kerkbouwer van de Servaaskerk.